Burgertijd. Wie ben jij? Ik ben Met de Sterren. Wat doe jij? Ik maak installaties, ik doe performances en ik teken veel. Waarom? Ja, dat beviel me gewoon goed. En ik begon met heel veel dingen en uiteindelijk distilleerde het langzaam aan en dacht ik gewoon van, ja, dit is wat ik moet doen. Wat wilde je vroeger worden? Modeontwerpster. Ik dacht altijd, ik word modeontwerpster. En toen ging ik dat zo doen met zo'n vooropleiding. En toen dacht ik, nee. Ik vind volgens mij te veel dingen leuk. Wat is je beste werk? Nou, wat ik zelf mijn beste werk vind, is de Cat Lady Trilogy. En dat gaat over een kattenvrouwtje die verandert in een fitnessster. En hoewel het al een beetje oud werk is, vind ik het nog steeds allerleukste werk. Put your hands up in the air and put them down. Scream it out and work it out. I'll work it out. Come on from the couch. Lift yourself up from the couch. Get your own vision. Listen to the fake cat lady. She's a real lady. She used to be fat. She used to only love her cat. Come on. Vind je het zelf mooi? Ik denk wel dat het mijn eigen mooi is, maar ik streef niet naar dat het per se mooi moet zijn, maar ik vind het wel, ja, misschien vind ik het leuker als het leuk is. Mag ook mooi, maar ook leuk. Vinden andere mensen het ook goed? Sommige mensen vinden het heel leuk en sommige mensen hebben echt iets van, ja, oh, ja, het zijn gewoon wat dingetjes bij elkaar, bijvoorbeeld als een installatie is of, ja, tekeningen vinden ze vaak wel mooi. Of sommige foto's. En ja, sommige mensen hebben er denk ik helemaal niks mee. Denk gewoon, ja, het is allemaal rotzooi. Kan ik ook inzien. Zeggen ze nooit iets stoms? Tuurlijk zeggen ze wel iets stoms. Ja, ik lig er soms denk ik op, ja, weet je wat hij nou weer zei? Nou, maar dan uiteindelijk maak je toch. Ja, je vindt het leuk als mensen het leuk vinden. En natuurlijk is het ook zo van, yay, oh, iemand vond het heel erg goed. En dan krijg je dan heel veel energie van, maar ja, als mensen zeggen ook wel stomme dingen inderdaad. Je denkt, ja, je snapt het echt helemaal niet gewoon. Waar haal jij je inspiratie vandaan? Nou, van heel veel verschillende dingen. Ik hou ervan naar de markt gaan. Vind ik interessant hoe mensen met elkaar onderhandelen. Maar ook wat voor dingen er allemaal zijn die mensen misschien zelf niet meer hoefden. Maar daar wel weer nieuwe waarden toegekend krijgen. Of ik ga gewoon een stukje lopen. Of internet is een belangrijke inspiratiebron. En het woordenboek. Laat eens zien hoe je het maakt. Oké, ik ga me nu even omkleden tot Dr. Mette. Want het is belangrijk om mijn alter ego ook even wat primetime te geven. Het was niet echt medisch, dit is wel een beetje, het is meer een therapeuten. Ik moet even die pruik halen die weer daar ligt. Alles een beetje verspreid. Is het een beetje goed? Gaan we nu naar mijn helpdesk. Zeg maar, hier kan je erin. Ja, ik zit erin en de cliënt zit aan deze kant. En dan gaan we praten. Hier staat ook een typemachine. Heeft misschien wel een identiteitscrisis. En die denkt dan, nou, ik ben liever een hond. Kan gebeuren. Nou, ballonnen oplaten. Is het een ademtest? Of kan je gewoon, ja, gewoon feest vieren? Dat zijn allemaal vragen die Dr. Mette zou kunnen beantwoorden. Dus dat is een beetje hoe we daar aan de gang gaan. Kun je ervan leven? Nou, op dit moment gaat dat niet zo goed. Maar ik vind het niet erg. Ik vind werken ook wel leuk. Dus, Wat is je duurste werk? Dr. Mette inhuren is het duurste tot nu toe, denk ik. Hoeveel kost het? Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Tussen de 500 en de 1000 euro. Waarom? Omdat ik er heel lang mee bezig ben en ik het één keer doe en het niet voor herhaling vatbaar is. En het is eigenlijk gewoon heel werk wat je dan krijgt. Wat is je lievelingskleur? Rood tinten. Dus ook roze. Maar ook rood. Ben je getrouwd? Getrouwd? Nee, ik heb wel een hele leuke vriend. Vriendje. Hij is al groot. Heb je kinderen? Nee, maar ik heb wel een hele leuke kleine kat. Waarom niet?
Ja, waarom niet? Omdat het lijkt me nogal een verantwoordelijkheid op dit moment. En nogal belemmerend in je vrijheid van de dingen die je zou willen doen. Het kost heel veel geld. Het lijkt me heel gecompliceerd. Het lijkt me gewoon niet zo leuk. Oh ja, mijn allergrootste wens. Nou, dat ik dat mensen me zo leuk vinden dat ze denken, nou, of ja, zo goed of interessant genoeg in ieder geval, dat ze zoiets hebben van, nou, we betalen je ticket, kom hierheen, vlieg de hele wereld over en hotel erbij, een leuk salaris en dat ik waardering krijg. En ja, dat ik gewoon veel kan reizen, dat lijkt me heel vet. Oh, en world peace. Nee.